Piet en Hanni. Maar Piet die had ook weer een zoon en die heet nog Piet. Die werden dan in de Sint-Ubrecht, waar we er aan de achterkant op het kwamen. En die was timmerman op de hoek. Dus automatisch, via vier kwamen we natuurlijk ook bij elkaar over de vloer. En op een gegeven moment toen zei ze van, ja, we hebben er geen wichtje. Dus toen zegt Piet zijn vrouw, nou, maar ik ken er nog eentje. Gebruik dat dan maar. Dus dat is goed, dat wichtje dat kwam naar ons toe. En nou, op een gegeven moment, mijn moeder had gerekend. En de kleine is weer geboren, mijn jongste zuster. Maar wat bleek nu, in die tijd dat dat wichtje naar ons verrust was, het was Piet zijn vrouw ook in verwachting. Dus die zegt, hoe zit dat nou aan me? Ja, die zegt, die is ook in verwachting. Ik moet dat wichtje terug en ze weet. Die zegt, oeh. Nou, dat kwam gelukkig redelijk goed uit. Dus tegen die tijd dat mijn zuster al een maand of wat oud was, toen viel Piet zijn vrouw en toen moest dat wichtje terug. En dan vraag je nou, waarom vertelt u nu al dat verhaal eigenlijk zo? Nou, dat komt eigenlijk zo. Dat wichtje, dat is mijn jongste zuster in gelegenheid. Daar heeft dus Elsa ook in gelegen. De eerste spreekster van vanavond. Dus ik wou het woord niet geven aan de vrouw die hetzelfde wichtje gelegen heeft, Elsa. Nou, ze hoor je nog eens wat, want ik wist dit ook helemaal niet. ik ga me nou een beetje voorstellen. Ik werk bij Omroep Zeeland, 20 jaar al. Daar doe ik radio, daar doe ik televisie. En sinds een paar jaar zijn we ook al verplicht om alles op internet te kunnen. Want dat hoort erbij. Websites, Facebook, nou, noem het maar op. En nou ja, daar is eigenlijk indirect dit boekje uit voortgekomen. Want elke week doe ik het radioprogramma Goedemorgen Zeeland. Daarvoor had ik ook een dialectenprogramma, maar dat is helaas ooit wegbezuinigd. Ja, zo gaat dat. Dat vond ik toen heel erg, maar op een gegeven moment leg je daarbij neer. Maar toen kwam het radioprogramma Goedemorgen Zeeland met allerlei verschillende dingetjes. Ik denk, daar fiets ik mooi weer een dialectonderwerpje in. Maar wat moet je nu doen in 3 minuutjes, 4 minuutjes? Ik denk, ja, in het radioprogramma wilden we dus een dingetje met een dialectwoord. Dus we hadden het woordenboek erbij gepakt, het woordenboek der Zeeuwse dialecten. Dat is een heel dik boek en daar gingen we vooral de moeilijke woorden in opzoeken. Waarvan we dachten van, dan weet geen mens wat dit betekent. Dan vragen we, weet je nog wat het betekent? Zeg je dan nog? En dan kregen we reacties. Nou, we hadden zulke moeilijke woorden, dan kregen we soms eens 1 telefoontje. We zetten ze ook op Facebook. Dan kwamen er 2, 3 reacties. Nou ja, Veronique de Tier, onze dialectdeskundige, die gaf elke week uitleg erbij. Niet alleen wat het betekende, maar ook waar het vandaan kwam. Een beetje etymologie erbij. Maar echt lekker lopen deed dat niet. Tot we de iets gewonere woorden gingen gebruiken. Nou, en daar kwamen enorm veel reacties op. Vooral via Facebook. Terwijl we het zelf eigenlijk leuker vinden als mensen bellen. Want ik vind dialect, dat moet je niet lezen, dat moet je horen. Maar goed, ja, je kan mensen niet verplichten om te bellen. En je kan ook niet smeken. Maar als we het op Facebook zetten, dan kwam er wel heel veel reacties. Nou, ik heb een paar voorbeelden. Vulte, dat was echt een succeswoord. Jun, stremien, poelepetaan, durpel, postenkop, verhabbezakken. Dat waren allemaal succeswoorden, maar de topper was echt de scheuteldoek. Daar kwamen meer dan 200 reacties op. Dat woord, dat gaf bepaalde emoties, want dat ging heel Nederland door. Zeeland is bekend om zijn junen. En in Oost-Zeeuws-Vlaanderen zegt men juin, omdat de u daar niet bewaard is gebleven. Een juin of een juin is hetzelfde woord als het in Vlaanderen vaak gebruikte ajuin. Maar de A is er in de loop van de tijd afgevallen. Ajuin werd volgens het woordenboek der Zeeuwse dialecten slechts 1 keer opgetekend. En dat was in hoofdplaat. Ik denk dat is een toevalstreffer. In andere niet-Zeeuwse dialecten kent men ook nog arjuin, waarin niets is weggevallen, maar wel iets is toegevoegd, namelijk de R. Anjuin, arjuin, ajuin, juin, juin. Het zijn net als het Engelse onion en het Franse oignon, afgeleid van het volkslatijn. En de uien zijn hier geïmporteerd door de Romeinen. Nou, Zeeland is bekend om zijn junen. En in Oost-Zeeuws-Vlaanderen zegt men juin, omdat de u daar niet bewaard is gebleven. Een juin of een juin is hetzelfde woord als het in Vlaanderen vaak gebruikte ajuin. Maar de A is er in de loop van de tijd afgevallen. Ajuin werd volgens het woordenboek der Zeeuwse dialecten slechts 1 keer opgetekend. En dat was in hoofdplaat. Ik denk dat is een toevalstreffer.
In andere niet-Zeeuwse dialecten kent men ook nog arjuin, waarin niets is weggevallen, maar wel iets is toegevoegd, namelijk de R. Anjuin, arjuin, ajuin, juin, juin, het zijn net als het Engelse onion en het Franse oignon, afgeleid van het volkslatijn. En de uien zijn hier geïmporteerd door de Romeinen. Nou, zo gaat het nog verder. Ik dacht, we gaan het spelletje doen, petje op, petje af. Misschien ken je dat spelletje wel? Zo niet, ik geef even een korte uitleg. Ik heb alleen geen petjes, dus we gaan een variant erop doen. Ik noem een woord, ik geef twee betekenissen. En dan is het goed of fout. Als het fout is, ga je zitten. Dus iedereen mag nou eerst gaan staan. Ik noem een woord, je doet je duim naar boven of je duim naar beneden. En daarna geef ik het goede antwoord. En als je het fout hebt, ga je zitten. Ik heb 10 woorden. Degene die op het laatst nog overzien, daar verloot ik 2 van deze boekjes onder. Ik heb er 3 mee, maar het derde, dat is voor Wim. Omdat hij zo'n leuk verhaal vertelt. Ruzebuzig, dat is volgens mij niet precies een woord van deze kant, maar misschien toch wel. Betekent dat duim omhoog ruw of duim naar beneden ruziezoekend? Ruzebuzig. Het betekent ruw. Dus als je het fout hebt... Dan gaan er ineens wel heel veel zitten. Ik kom niet meer aan mijn 10 woorden toe, geloof ik. Ik ga even een paar moeilijke overslaan, hoor. Katievig. Betekent dat duim omhoog nat kil? Of betekent het duim naar beneden kattig? Katievig. Ik zie gelukkig een paar goede antwoorden. Katievig, dat kan je bijvoorbeeld van het weer zeggen. Dat is nat kil. Als je het fout hebt, zitten. Een neuzennooier. Het is een libel. Jongens, en dan, ik zei het al, je kreeg een beetje overdosis van de Noek. Want de volgende kom ook van de Noek. Utetouw Vlissing, volgens mij. Ja. Jan Lauret. Dat ik mijn verhalen lees en niet uit mijn hoofd vertel, dat komt omdat ik 40 jaar uit Zeeland weg geweest ben en dat mijn voertaal allang niet meer het Zeeuws-Vlaams van mijn vader en mijn moeder van 70 jaar terug is. Dus als ik het goed wil doen, dan moet ik dat volledig fonetisch opschrijven en uitspreken. Daarom heb ik dat ook nu gedaan. Moerstalen. Dat is letterlijk de talen, de eerste talen die je als kind van je moeder met de paplepel ingegoten krijgt. De talen die je nooit eenmaal verleert, ook al spreek je hem al jaren niet meer als je dagelijkse voertaal, de talen waarvan je eigen bedient in je huidige omgeving. En dat is een omgeving die voor veel mensen ver afstaat van de plekken waar hij ooit zijn eerste woordjes heeft leren praten. Dat geldt voor mij ook. Ik ben voor mijn werk meer dan 40 jaar buiten Zeeland en nog langer buiten Zeeuws-Vlaanderen, waar ik meer dan 75 jaar geleden de woordjes naprobeerde te zeggen die mijn moeder me voorzei. Natuurlijk ben ik in al die jaren wat een en ander kwijtgeraakt van mijn oorspronkelijke talen, het Zeeuws-Vlaamse dialect, zoals dat gesproken weer op de Noek, maar eenmaal kwijtgeraakt ben ik het nooit. En wat je zeker niet kwijtraakt, dat is je intonatie, je dictie, die ja soms van dorp tot dorp verschilt. En ik weet dat uit ervaring, want mijn vader was van Filipijnen en mijn moeder was van de Noek. En dat is in meerdere opzichten een wereld van verschil op nog geen 5 kilometer van elkaar. Dik 15 jaar terug kwam ik weer terug in Zeeland wonen. Niet in Zeeuws-Vlaanderen, maar in Middelburg. Daar ben mensen die spreken er schande van. Maar alleen, vanaf die tijd probeer ik, met dank aan Elsa, mijn columns en verhalen in mijn moerstalen zo goed mogelijk fonetisch op te schrijven en uit te spreken. Terug naar mijn moeder, geboren en getogen op de Noek. Die praten dus echt Noeks. Onderdeel van het dialect van het land van Aksel. Zo had dat bijvoorbeeld ook op Saamslag en in Terneuzen gesproken weer. Iedere plekke alweer zijn eigen uitdrukkingen die op andere plekken in de buurt niet voorkwamen.
Bovendien aan mijn moeder uitdrukkingen die ze, en dat denk ik, voor een deel zelf bedocht had. En ik ga er eens een paar noemen en dan moet je maar eens nagaan of jullie die ook kennen. En ik als kleine jongen in de weg liep, als ze thuis aan het werk was of in de hof aan het werk was, dan riep ze, allee jongen, mars van het padje. En dat het niet vlug genoeg ging, vooruit, officier is waar, schiet vier blazen assie. S'morgens aan mijn moeder de schorten aandee, dan had ze haar werk goed. Na het middageten, als ze klaar was met het werk, dan verkleedde ze de eigen. Elke dag. En dan zei ze, ga mijn achtermiddag goedjes aan doen. Als dit was om te gaan slapen, zei ze, kom, ik ga weer eens naar mijn gisteravondje. Als je kattenkwaad uitgehaald had en je weer door haar betrapt, dan zei ze, hier joh, nog een draaier, wat heb je noemer uit je kont gestoken? De waarheid heeft eentje en geen babbelen huisjes. En als je dan wat op de pot zat te draaien, zei ze, je hoeft bij mij niet te poepijzen, want dat gaat niet werken. En als je dan met een chagrinig gezicht in een hoekje ging zitten, dan zei ze, ziet hem daar eens zitten, met een gezicht als een toegetrapte lijzen. Kom, lach eens om een dumpje, ventje. En dan stak ze de duim omhoog. Tot slot nog een paar uitdrukkingen waarvan ik denk dat ze typisch ook zijn. Als er iemand gestorven was bijvoorbeeld, dan zeiden ze, hij dat horen, die nou een Arjan, die is zijn kijkelaar gelaten. Met andere woorden, die kakel niet meer. Als er iemand moest gaan trouwen omdat hij een meisje bezwangerd had, dan zeiden ze, hij dat horen, de dien van, en dan kwam ze naam, die heeft zijn lijzen overgebouwd. Ja. Mijn Filipijnse vader had weer totaal andere uitdrukkingen. Als er iets niet goed ging, of als er iets omver riep, dan riep hij altijd, boeven, mijn klakken kwijt en een stik van mijn kloeven. Dat was geen hoeks, dat was echt Filipijns. Dat soort uitdrukkingen die schreef ik geregeld op, voordat ze je ma vergeten zien. En soms, net als nu, laat ik er eens wat van horen. Willem groeide op, weer een onverschrokken vent. En ging graag mee het varen, daar was die gauw gewend. Daar leerde die de kneepjes van de grote vaart. Bleef dromen van de zee, je weet al hoe dat gaat. En op een keer nog kwam er een vent van de VOC. Die zei, ik heb voor jou een schip om te varen op de zee. Zee, daar was de vliegende Hollander van de VOC. Daar was de vliegende Hollander, die vaart op COC. Haha, schreeuwde de duvel in Tellehad op de maten van de nullende wind. Tot de jongste dag zou je varen, als je niet door de trouw van een meisje wordt verlost. Maar trouw van een vrouw, dat bestaat niet op deze wereld. Ha, 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 zeil en je zou nooit rust vinden. Lach, alle duivels, lach. Laat me één keer in de 7 jaar aan land gaan. Vind ik geen trouw, dan zou ik weer op mijn schip komen. En zeilen wat de stormen naartoe blaast, zei de kapitein. Eens in de 7 jaar, een enkele nacht. En die had de kaap ook nooit gerond. Die zeilde via de onderkant van Engeland, via Landsend, door de Nierse Zee naar de ruwe westkust van Schotland. Aan de Schotse kust, daar woonde een kapitein in rusten. Op een eenzame rots. In zijn huis hing een schilderij van een jonge, bleke vent. Zijn huwbare dochter, Santa, had nog nooit belangstelling getoond voor een vent. En s'avonds, als alle jonge mensen elkaar opzochten, bleef ze alleen nog thuis. Bij het flakkerende kaarslicht staarde ze dan het schilderij. Zichzelf afvragend, met angst en geluk, wie had de jonge vent kon zien. Soms leuke teur of had de bleke lippen bewogen. En of het levende smart in zijn ogen te zien was, dan hoorde ze me spreken. Komt een dans op de altijd schummende golven. Had de storm de bruiloftsmuziek speelt, de zee is onze zaal. De bliksem is ons licht, de wind blaast met 1000 doedelzakken. Verenig je mee in leven en dood. Vraag niet naar zegen of een vloek, aan je van mijn oud. Ze klagen dan, ik hou van je.
Ik wil bijzien. Ik bleef je trouw tot in de dood. En ze sprong vanaf de rots in de zee. Toen kraakte het schip en al zijn gebinden en de vrienden Hollander zonk in de zee, verlost van zijn vloek. Gelukkig hadden ze in die tijd geen mobieltjes, anders hadden ze nog meer problemen gehad. Die sms'jes en Facebook. Dankjewel. Wij hebben onze tekstschrijver is Hans en die gaat eigenlijk een beetje vertellen waar het over had. Hè? Het eerste liedje heet Lamsoren Lize. Ja, dat gaat dan niet over horen. Wie er nog nooit in Oost-Vlaanderen is geweest, ga ik eerst een beetje vertellen, zodat je snapt waar ik het over aan. We hebben een plantje groeien in de schorren van de Schelde. En heel Zeeland doet dat, het lijkt een beetje op spinazie. Heel Zeeland doet dat lamsoren. Lamsoren. En ik heb een meisje gekend dat er woonde, en bij leeg water ging ze een bussel plukken. En ze kookte dat op zalversteden, want dat was al wat zijn, maar ze kwam er net rond. In Zeeuws, Vlaamse oosten, wat stik van krauwen in het slik. Weende de meid wezenlijk de waarheid, die krauwen meer bloot aan de ving. Lamsoren Lize, zwaar voor kiezen. Iedereen vond het een schandaal. Want haar moeder zat in torentijd op zaal. Oeh, een gemeen vuil kreng. En elke dag bij leegtaai kroop ze over de zeedijk. Ze plukte een bussel lamsoor en nam dat mee in haar schortzak. Yeah, lamsoor Lize. Zwaar voor de kiezen. Iedereen vond het een schandaal. Want haar moeder zat in torentijd op zaal. Wap, wap. Een laag, onbetrouwbaar, gevaarlijk kring. Goeie God en middelaar. Was de luie mieter, zei dat hij een slechte rug had. Het broers wist niet beter als aaiers te jatten van donders op de boerderij. Lamsoren Lize, zwaar voor de kiezen. Iedereen vond het een schandaal. Want haar moeder zat in torentijd op zaal. Wah, wah. Oh, schep mij nog een beetje lamsoren op. Oh, vind het zo lekker. Man. Ja, lekker. Lamsoren Lize. Zwaar voor de kiezen. 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 Lamsoren Lize.
Alsjeblieft. Dank u wel.